Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuw Ups & Down. Ik ben al met de kindjes even naar de winkel geweest. Eten voor vanavond regelen. En ik ben nu eventjes Sam appelfruit aan het geven. En vannacht hebben ze nog gespookt. Ja, jullie hebben vannacht nog gespookt, hè? Ja. Goed zo. En nou ben ik even Sam fruit aan het geven. Daarna ga ik even fruit maken voor Jordi. En ja, jou ook een fles geven. Volgens mij had je honger. Hè? Ja. Boterhammetje op. Flesje erin. Luiertje daar verschonen. Ik heb alweer een scheidluier van Sammy gehad. Ja. Who you gonna go? Your mama. Dus nou, ik ben de jaren 80 MTV aan het luisteren. En daar is nou Ghostbusters, dat liedje op. En dan zeggen ze, who you gonna call? En dan roep ik tegen Jordi, your mama! Ja, moet ook echt doen, hè, jongen. Ik heb trouwens nog een feitje over Jordi. Wist je dat Jordi vanaf zijn geboorte op iedereen hun linker schouder wil hangen en niet op hun rechter schouder? Hij zit nu op mijn rechter schouder omdat hij tv aan het kijken is. Maar als hij je knuffelt, dan wil hij alleen maar op de linker. De linker schouder. Hij wil alleen maar, als hij je vastpakt, hij wil alleen maar zo, je zo vasthouden. Als ik nou zou wisselen, dan vindt hij niet fijn, want hij zit nou al te duwen. Je ziet het? Dat wil hij niet. Maar hij wil wel aan deze kant, dat wil hij wel. Ik heb Jordi even in bed gelegd. En Sammy, die heeft weer last van alles. Volgens mij zijn het toch echt tandjes, ik weet het niet. Maar in ieder geval, Jordi is nog wakker. En ik laat hem even in zijn eigen sop gaan koken, want die is nou boos op zijn moeder. Want die heeft hem in bed gelegd. Maar ja, gisteravond was het ook weer hel. Dus hij kijkt maar even wat hij doet. Voor nu ga ik heel eventjes voor Sammy lekker mama zijn. En even knuffelen. Ja. Ja. Want je wil alleen maar bij mama zijn momenteel. Ja. Hè? Lekker stukje. Oh, je lekker stukje. Oh. Dit is niet echt te lachen. Oké, een beetje over mezelf. Ik spaar altijd alles. Ja, meestal geef ik het af. Want ja, voetbalplaatjes en zo, daar heb ik nu nog niks aan. Dus die dingen geef ik altijd af. Maar ik spaar ook bijvoorbeeld dan van dit soort dingetjes. Ik wil geen reclame maken, maar ja, daar winkel ik nu eenmaal. Ik winkel ook bij de Jumbo en ik winkel ook bij de Lidl. En ik kom ook bij de Netorama, dus ik kom overal. Maar dan hebben ze dus ook van deze zegels, die uitjeszegels. En meestal een vriendin van mij, die maakt daar vaak gebruik van. En dan denk ik, ja, dat wil ik ook. Dat is leuk. En dan verstrijkt de tijd en dan heb ik ze voor niks gespaard. Want we hebben er niks mee gedaan. Dus dat. En deze ook. Want dit, dan heb je bijvoorbeeld hier in die bonden wel 100% broccoli rijst. En dan denkt Mandy, ja, dat is misschien wel leuk om eens een keer mee te koken. Ja, ik weet nu al dat ik het waarschijnlijk niet ga halen. En hier bijvoorbeeld deze koekjes. 50% korting. Ja, ik weet dat bijvoorbeeld Liam zal die lekker vinden. Ik weet niet of ik ze ga halen. Hier ook een gratis roomboter-croissantje. Maar ja, meestal gebruik ik Niels daarvoor. Dan zeg ik tegen Niels, hier alsjeblieft heb je die kaartjes, ga maar halen. Doe ik dat meestal. Dus
Ja, dat is een beetje over mij. Ik spaar altijd van alles, maar meestal gebruik ik het niet eens. Ja, dat ben ik. Trouwens, Jordi is alweer een half uur wakker. Ik ga maar even wat te drinken geven. Anders ben ik ook zo'n slechte moeder, hè? Nee, hallo! Niet naar je speelgoed. Je moet hier liggen. Kijk eens. Je moet drinken. Zet mama de televisie wel iets harder. Lekker zuipen. Moet je niet verstikken hier, hè? Ik wil je nog langer bij me hebben, alsjeblieft. Dankjewel. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij begon hier. Hij heeft zichzelf helemaal naar beneden gekropen. Lukt het? Gekkie. Lukt het? Lukt het? Lukt het? Het is weer zover. Ik had gezegd dat ik veel vergeten, hè? Ja, dat had ik gezegd. Jordi werd boos. Broek verschoond. Hij gaf aan dat hij dorst had, dus ik heb hem drinken gegeven. Sam, die wou zijn fles. Toen ben ik weer gaan opruimen. En toen had Jordi weer zijn broek vol geplast. Heel veel plas. En toen dacht ik bij mijn eigen net, het is nu 4:30. Ik moest nog iets doen. Oh, shit. Dus. Ik heb mijn laptop aangeslingerd. En ik zal maar eens even gaan uploaden. Een hele goede morgen. Ja. Ik was gisteravond vergeten om te zeggen dat jullie nu filmpjes en foto's gaan zien hoe leuk Liam het heeft bij opa en oma. Verder heeft Sam net zijn fles gehad. Jordi is net wakker. Ja. En Liam is ook al wakker bij mijn ouders. Die heb ik net even gezien. Hij heeft daar heel veel lol, hè? Ja, bij opa en oma. Oh, ik ben nog moe. Niels is heel eventjes een paar dingetjes aan het knutselen. En... ja, wat papa is toch even knutselen. Voor de rest doe ik hier beneden even poetsen. Boven even stofzuigen en dweilen. Gisteravond heb ik de douche nog gepoetst en gestoft boven. Dus ik moet dat nu alleen nog mijn stofzuigen en dweilen.
Dat kan ik straks even doen. En einde van de middag komt Liam weer naar huis. Oké. Weer aan de fles. Nee hoor. Sam heeft zijn fruit gehad, zijn fles gehad. Jordi heeft fruit gehad. Ei gehad. Lekker gegeten. En nu de fles. En we hebben geknuffeld, gespeeld. Alles wat je er maar bij kan verzinnen. Ik heb de ochtend gespendeerd aan mijn kinderen. Ik heb niks gedaan wat dat betreft verder. Ja, ik heb net even gedoucht. Want ik zeg tegen Niels, ik ga even douchen. Dus ja, ik heb gewoon vanochtend heel veel gedaan met ze. Dus ja, dan ga je zweten. Dus ik heb even gedoucht en mijn eigen gefatsoeneerd. Niels is nog even aan het knutselen. Die had even honger, dus die kwam naar binnen. Ik zeg, mooi. Ik zeg, jij mag kindje eten geven. Ik kan jou eten maken. Dus ik had ei gebakken. En had sport aangezet. Maar hij wou weer even gaan knutselen. Dus hij is weer even knutselen. Ik ben even met deze grote fan naar de winkel geweest. En hij is Nookie. Lekker laten liggen. En deze jonge man, die wil niet slapen. Dus ja, kan maar niet. Nou, verder hier in huis, want straks komt Liam thuis. Hoi. Hoi. Wie is onderweg naar huis? Liam. Yay. Heb je er zin in? Jazeker. Om onze man weer binnen te krijgen. Ik ben benieuwd wat Joef gaat doen. Ja, Joef die is al dit aan het zoeken. Dus eigenlijk vanaf vrijdag is ze al twee keer naar boven gegaan om te zoeken naar hem. Ze, op zijn kamer. Is ze geweest, want ik hoorde tikken, 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 tikken over de babyfoon. Dus ik ging naar boven, ging soms op zijn kamer. Dus ja. We hebben net hier gestofzuigd en gedweld even. Dan hebben we vandaag volle tijd voor onze kindjes verder. Mijn papa heeft honger. Ja, ik weet het. Papa is uitgehongerd. Papa krijgt nooit geen eten. Ik heb straks ook geen ei voor jou gebakken. Ja. En het waren ook geen drie eieren. Nee. Met ham en kaas. Dat was het allemaal niet, hè? Nee. Nee, precies. En de dooi was precies goed. Dat was het ook niet, hè? Nee. Nee, precies. Ik zorg helemaal niet goed voor mijn gezin. Nee. Je broodmager, hè? Ja, je bent broodmager. Dikke nek zal je echt niet houden zo, hè? Nee. Ja. Ja, ga maar kijken. Hi, kom, Joep. Kom. Hey. Hi. 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 Ik kan er wel. Ik heb ze vanzelf niet maar. Kijk. Hey. Ik wil daar een paar halen. Nee, ik mag niet kussen. Nee, ik wil geen kus. Ga weg. Joef, kom naar binnen. Kom maar. Hi. Joefie, kom. Joefie, jou gemist. Joef, doe dat niet dat je wil lopen. Joef. Kom maar. Niet doen. Joef, laag. Wil je motor? Ja. Je bent weer thuis, hè? Zo. Kijk, dit is wat voor de haar lopen. Mag je niet uitspelen? Thuis. Liam die is nu naar bed gebracht en Jordi zit nu even nog te spelen in de box. Ik denk dat ik hem moet helpen. Kom maar.
Is dit goed? Ja, dat is wat je wou. Hij gaat ook zo naar bed. En Sammy ligt hier. Dit is wat papa altijd doet. Als hij hem naar bed toe gaat. Dan doe ik hem zo gooien. Je moet wel even uitkijken met je hoofd. Abom. 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 Nou, ga je lekker slapen? En dan zeggen we... Een hele goeie morgen. Jij bent zo kak kak. Nee, niks kak kak. Gisteravond hebben we nog met Jordi moeten stoeien. En hij had buikpijn en alles. En jij had ook nog op het laatste moment gepoept, hè? Dat had papa nog gedaan. En toen had mama zoiets van, ik ben mijn nest in, welterusten. Dag. Iets wat wij heel erg belangrijk vinden op zondag is... ontbijten met z'n allen. Yay! Dus dat gaan we nu doen. Ik kreeg laatst een vraag over het bed van Jordi. Wat voor een spul het was. Nou, de binnenkant is bepolstering, noemen ze dat. Het is een... ja, volgens mij is dit een soort van leerachtig iets of kunstleer. En het is gewoon zacht als kussens. Buitenkant is van hout, maar dat is in ieder geval wat de binnenkant is. Het matras is gewoon een schuimmatras. En hier overheen zit een laagje wat zeg maar geen vocht doorlaat. Dus als hij in bed zou plassen en ik zou alleen dit erop hebben, dan zou het er nog niet doorheen gaan. Ik doe dit één keer in de maand, doe ik dit helemaal met een doek af. Maar ik heb altijd, want hij had vanochtend, was hij flink doorgelekt. Jordi, als hij plast, plast hij in één keer mega veel. Dus als hij 's morgens wakker wordt en we zijn niet snel genoeg, dan kan hij wel eens doorlekken. Maar wat doe ik altijd? Ik heb deze bij de Action gekocht. Het is zo'n... hoe noem je dat? Zo'n coverding. En die doe ik er sowieso altijd op. Ik verschoon hem ook altijd tegelijkertijd met het bed. Eén keer in de week doe ik al mijn bedden verschonen. Maar ik verschoon die ook altijd tegelijkertijd met het bed. Omdat Jordi kwelt veel en alles. Dus ik vind dat sowieso prettiger. Dus dan gaat dit erop. En dan gaat gewoon het beddengoed erop. Dat is eigenlijk hoe ik het doe. Dus ja, het is niet... Het is geen rocket science of zo. Maar ik zal even... laten zien. Ik heb het bed straks al even afgedaan met een doek, zodat het even weer rustig kon drogen. Dan ga ik het bed even opmaken. Thank you.
En dan is dit zijn bed als hij opgemaakt is. Hij ligt nu met zijn hoofd iets hoger. Ik heb daaronder heb ik bokskleden neergelegd. Omdat hij op dit moment gewoon prettig vindt om met zijn hoofd iets hoger te liggen. Dus dat is zoals het nu is. En ja, dadelijk gaat hij lekker naar bed. De kindjes liggen lekker op bed. Dan hebben papa en mama even pauze. Wij doen even eten. En wat doen we? Een broodje eten. En een film kijken. Juist. Proberen dan. Hè. Sam die ligt nog hier in de box. Ik kijk wel. Ook zo slapen volgens mij. Weet ik niet. We gaan het zien. We gaan in ieder geval film proberen te kijken. Dat doen we niet vaak. Maar we hebben vandaag een beetje een... zondag. Een relax dag. Een zondag. Ja, precies. Mama, je bent slaapverwekkend. Ze heeft Jordi in slaap gekregen. Nou zitten we twijfelen waar we nou met Jordi aan moeten. Of mama blijft er nu liggen. Of we gaan hem in bed leggen. Dan weet je niet of het wakker wordt of op de bank. Volgens mij wil mama dat. Dan gaan we even regelen dan. Het is op de bank geworden. Joef, wat ben je aan het doen? Niels is weer zo'n geweldige serie aan het kijken. Oh, ik heb zo'n hekel aan die series die hij kijkt, hè. Maar ja. Ik zeg tegen Niels, ik heb zin om een puddingbroodje te maken voor de kinderen. Nou slaapt Jordi nu, dus dat is, maar dat is geen probleem, want hij kan altijd dadelijk nog eventjes een puddingbroodje eten. Maar Liam is wel al wakker, dus daar ga ik even een puddingbroodje voor maken. Het is heel simpel, wat heb je nodig? Gewoon een simpel broodje. Banketbakkersroom. Het is gewoon een pakje. Je pakt 400 ml water, zo'n pakje banketbakkersroom. En tadaa, je doet een beetje kloppen en je bent klaar. En dan heb je natuurlijk nog poedersuiker nodig. Nou, heel simpel. Je snijdt het broodje in vieren. Of ja, in vieren niet helemaal door. Maar, dus ik zal het even laten zien. Heel simpel, je snijdt hem niet helemaal door. Je snijdt hem gewoon in vieren. Normaal heb je van die lange broodjes. Nou, ik doe het altijd. Als ik het ooit heb gemaakt, doe ik het zo. En dan pak je een lepel. Want ja, hè, het is huistuin en keuken gebeuren. Je pakt een lepel en je schept het er gewoon in. Je houdt hem iets of wat open. Je pakt de pudding en je doet zo. Dat is één gedeelte. Nou, dat doe je dus met alle snijkanten. En dan heb je uiteindelijk dus dit. Pak je de poedersuiker. En tada! Hij is klaar. Is het lekker? Volgens mij wel. Lekkere schat. Proost. Proost. Ja, ik kan zo niet eten. Ja, dat kun je wel. Dat kan ik ook. Kun jij dat ook? Zoals zei, je moet gewoon je andere hand proberen. Nee. Hij wil ook. Lekker? Mooi. Ja, wat ik dus doe. Ik pak hem meestal gewoon, hoppakee, zo. En dan dip ik het erin. En dan eten. Er is weer iemand ontwaakt. Nee, we hebben hem wakker gemaakt. En nou lekker drinken. Luiertje verschonen. Ik denk niet dat hij een puddingbroodje krijgt, want het is alweer bekant 4:30. Yay!
goed zo. Hatsjoe. Hatsjoe. Kom op, Jordi. Deze kant op. Lopen. Dat doet hij de hele tijd, dan is jij klaar. Zit jij op je kont. Yay! Stappen, ja, nog een paar stappen. Boe. Hey. Hallo! 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 Goed zo'n grote vent! Ga bijna om aan. Wauw, jongen. Zoals jullie hebben gezien, had Jordi een stukje gelopen. Maar hij heeft echt een heel stuk gelopen. Van hier naar Manuel en Bianca is het ongeveer, nou, ik denk dat het 10 minuten lopen is. En dat stuk heeft hij helemaal gelopen, maar we hebben er een half uur over gedaan met een kleine omweg. En dan heb je helemaal gelopen, jongen. Ja. En papa is nou Liam naar bed brengen. En daarna ben jij in de beurt, want jullie hebben je fles al gehad. Ja. Ja. Boe. Zeg maar wat rustig. Ja, je hebt ook iets in je luier gedaan, ik weet het. Maar hij heeft in ieder geval heel ver gelopen. Verder dan dat hij ooit gelopen heeft met ons. Dus dat is super goed. En nu ga ik even verder Sam de fles geven. En hier dingen opruimen en doen. En dan is het alweer tijd voor maandag. Dus straks gaan we de vlog nog afsluiten.